daarna heb ik deze make-up look voor jullie. Ik heb gebruik gemaakt van een felle rode kleur en gouden kleuren op de ogen. De kleurcombinaties vind ik zeer mooi. Vooral voor de lente die eraan zit te komen. Ik ben het koude weer stilletjes aan beu aan het worden. Dus dacht ik gewoon om mijn make-up al aan te passen aan de lenteperiode die eraan zit te komen. Ook wil ik mij excuseren omdat ik vorige week maar één video geüpload heb in plaats van twee. Ik had het een beetje druk en het paste niet echt in mijn schema om iets te filmen. Dus vandaar dat ik het een beetje ga proberen goed maken met deze make-up look. Als je ervan genoten hebt, vergeet zeker geen like te geven en te abonneren op mijn video's. En blijf zeker kijken. Mijn foundation heb ik al aangebracht. En mijn wenkbrauwen zijn ondertussen ook al gedaan. Dan ga ik nu overgaan naar de oogmake-up en daarvoor gebruik ik de I Heart Stage Primer van Essence. En die breng ik aan op het volledige ooglid. Dan neem ik mijn Makeup Revolution Naked Chocolate Palette en gebruik ik de gouden kleur om aan te brengen op mijn volledige ooglid. Dit proces herhaal ik bij beide ogen. Ook door het bevochtigen van uw make-up kwast gaat de kleur iets gepigmenteerder en intenser overkomen. Dan neem ik mijn make-up palet opnieuw en dan gebruik ik een medium donkerbruine kleur. En die ga ik aanbrengen in mijn arcadeboog. Ik ga ervoor zorgen dat mijn oog iets meer diepte heeft en ook om een beetje warmte in de make-up look aan te brengen. Vervolgens neem ik de mooie highlight kleur en die ga ik plaatsen in mijn binnenste ooghoek. Dit gaat ervoor zorgen dat de ogen iets meer open lijken en dat je er fris en wakker uitziet. De volgende kleur die ik neem is een mooie crème kleurige highlight kleur en die ga ik plaatsen onder mijn wenkbrauwen. Ik ga een liftend effect geven. Deze is iets matter dan de kleur die we in de binnenooghoek geplaatst hebben. En om de bovenste wimperrand iets meer te benadrukken, gaan we een donkerbruine kleur plaatsen met een platte eyelinerkwast. Wanneer we daarmee gedaan hebben, gaan we de gouden kleur die we op ons ooglid geplaatst hebben, ook aan de onderste wimperrand aanbrengen. Dan nemen we de Get It All mascara van NYC. En daarmee ga ik een laagje mascara aanbrengen over mijn bovenste wimpers. Deze mascara geeft veel volume zonder valse wimpers te hoeven gebruiken. En dan gebruiken we de Smoke in Hot mascara, ook van NYC. En daarmee ga ik mijn onderste wimpers een laagje mascara geven. Dan neem ik de Shading Powder van Essence. En daarmee ga ik een klein beetje kleur toevoegen aan mijn gezicht.
Ook mijn neus ga ik een klein beetje contouren met deze poeder. Met mijn Makeup Revolution poeder ga ik mijn jukbeenderen een klein beetje highlighten. Ik neem een warme highlightkleur die goed gaat passen bij de oogmake-up. Deze highlighter gaat een gezonde gloed geven, maar toch nog subtiel zijn voor overdag. Ook op mijn bovenlip ga ik een klein beetje highlighter aanbrengen en op het puntje van mijn neus. Dit om mijn bovenlip iets voller te doen lijken en op het puntje van de neus om uw neus een soort liftend effect te geven. Met mijn Barry M lip liner ga ik mijn lippen omranden. Dit om ervoor te zorgen dat de vloeibare lipstift die ik zo dadelijk ga gebruiken niet gaat uitlopen. Dan neem ik nu de Amour Liquid Lipstick van Milani in de kleur Amour. Het is een mooie rode kleur, echt een bloedrode kleur. Deze vloeibare lippenstiften drogen ook volledig mat en blijven zeer lang zitten. Dit was de make-up look voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie in mijn volgende video. Bye!